Het ministerie van Economische Zaken is gestart met een situatieanalyse voor micro, kleine en middelgrote ondernemingen. Er is gisteren een tweedaagse workshop van start gegaan om akkoord te bereiken over de situatieanalyse van de MKMO en de uitbreiding en vergroting van het concurrentievermogen van de MKMO-sector. Aan deze workshop hebben verschillende vertegenwoordigers van het bankwezen, de ministeries en de particuliere sector deelgenomen. De workshop is vandaag afgesloten. LVV-minister Pralat Seudin heeft gisteren de Nationale Pesticidenraad, NPR, geïnstalleerd. Met de installatie van deze raad wordt het pesticidenbeheer in Suriname breed gedragen door vertegenwoordigers van de agrarische, gezondheid en milieusector. Pesticiden zijn een cruciaal onderdeel van de agrarische sector. Hierdoor staat de NPR voor een aantal uitdagingen met betrekking tot het gebruik van pesticiden, waaronder overmatig gebruik, verkeerd gebruik en vooral slecht beheer. De Nationale Pesticidenraad bestaat uit 10 leden.